Nu, de tijd gaat snel voorbij. Hè. Het is ook niet, ik heb helemaal niks gedaan na Minoes. Ik heb lang aan Kika en Bob gewerkt. Dat is een tv-reeks, animatiereeks die ik heb gemaakt. Dat was heel leuk om te doen, maar dat is natuurlijk niet, komt niet in de cinema. Dat heeft minder weerklank. Hè. En ik heb lang met dit script bezig geweest. En we hebben lang gedacht van, nou, we gaan draaien in 2006. Ah nee, 2007, 2008. En op een bepaald moment voelde ik van, die tijd tikt hier zo rap weg. En op dat moment heb ik eigenlijk een aantal projecten beginnen opzetten. Ik ben met 3 scripts tegelijk beginnen, met verschillende schrijvers beginnen werken en zo. Zodat ik, hoop ik, na Het Zigzagkind snel een volgende film kan doen. Maar het is zelf, ik was er zelf over verbaasd hoe snel dat de tijd voorbij is gegaan eigenlijk. Ja, en ik ben nogal kieskeurig natuurlijk. Ik wil niet... Ik heb geen zin om gelijk wat te maken. Het is niet dat, dat ik niet de kans heb gehad om sommige dingen te verfilmen, maar dat ik niet het gevoel had dat ik daar nu de beste film van kon maken. Allee, dat dat precies voor mij was. En dan doe ik het liever niet. Het Zigzagkind heeft een ongelooflijke sfeer, vind ik, dat boek. En een prachtig verhaal. En het is zo een soort verhaal dat u echt meeneemt in een andere wereld. Er zit heel veel humor in, heel veel fantasie, maar er zit ook veel emotie in. En dat is een mengeling die, die mij enorm aanspreekt. Plus dat er zit op een bepaald moment een scène in waarin 2 mensen elkaar, een politieagent en een inbreker, achtervolgen elkaar in een chocoladefabriek. En zij valt in een chocoladevat en dat is het begin van hun romance eigenlijk. Zo. Dat vond ik heb dat nog nooit ergens gelezen of nog nooit ergens gezien. Zoiets. Ook op die manier behandeld. Het is niet zo, oh, knotsgek, patsboem, maar... Het is eigenlijk een soort van magie die ervan uitgaat. En toen ik dat las, en heel dat boek, ik zag er direct beelden bij en ik had direct het gevoel van, dat is nu echt een keer het soort film dat ik zin heb om te maken. En dat moet je hebben, hè. Om, als regisseur moet je echt weten van, dit is de film die ik ervan wil maken. Omdat je zoveel mensen moet meekrijgen op dat schip, zo. Hè.